Welkom bij een nieuwe vlog van dag 2. Hallo lieve kijker en welkom bij een nieuwe dag. We zijn nu weer in Nederland, in Maastricht. En we gaan nu een grot bezoeken. En we zijn pauze aan het houden op dit supermooie plekje. Like a spotlight, the water hits me. Ran it extra cold to shake the words from my mouth. Though I know that no one's listening, I nervously rehearse for when you're around. And I keep waiting like you might change my mind. Who wrote the book on goodbye? It's never been a way to make this easy. Now I'm feeling guilty, 'cause I just can't stop this pendulum in my head. Though I know that our time is ending, oh, I'd rather lay forever right in this bed. And I'll keep waiting like you might change my mind. Give me one more night. Who wrote the book on goodbye? There's never been a way to make this easy. And there's nothing quite wrong, but it don't feel right. Either your head or your heart, you set the other on fire. Nou, we zijn nu op weg naar de grotten. En ja, ik weet niet, het is fucking warm. Laura zit hier met haar pet. Oké, Wouter, kom dan. Nee, ik kan het niet over mij. Oh. Femke, Femke, neem je zijn. Welkom bij een nieuwe vlog van dag 2. Jezus. Sarah. Op de grot. Ja, dat is gewoon niet gekomen. Got your name, don't remember where we met. We met. But what I do recall is the shit you put me through, but not you. We waren net in de grotten en dat is echt heel leuk en interessant. Ja, dat is best wel eng, maar oeh, het was ook best wel koud. Het was wel heel erg koud, ja. 10 graden. En buiten is het nu? Ja, buiten is het nu echt 27, dus het was wel echt een... 27. We gaan nu naar Maastricht, naar het centrum en dan gaan we winkelen en daarna gaan we weer terug met de bus. Zuhause. Nee, lekker naar huis. Hoe gaan jullie eigenlijk eten? Want we gaan om 5 uur weg en we zijn 8 uur hier. Dus oude mening. Nou, je krijgt zo... Auw! Help, mijn bril zit vast! Laura! Ah, wacht even, hou vast. Ik ben... Moet ik helpen? Fuck, fuck, haal het eruit! Auw! Jezus, ja. Nou...
Jullie zien het, we zijn weer ouderwets aan het vakken. Kom op! A few moments later. Yes. Fuck off. Echt heel mooi. Maar ik lig nu helemaal dood. Oh ja. En we waren in die grot, maar we proberen nog te filmen en zo, maar het is echt zo donker. Heel donker. Dus maar ik weet niet of er iets te zien zou zijn. Nou, ik denk het wel, want soms deed je gids het wel aardig. Ja, maar met dat camera. Was foto's, ja. En je kan dus ook nog een paar foto's in de vlog stoppen, zodat je dat laat zien. Ja. Volg mij ook even op Instagram. Floor, ik doe normaal, nee. Op Snapchat gaan ook. Die 20 mensen die hier naar kijken, die... 2000. Maar oké. Okay. Hallo meneer. Hallo. Ze kunnen zo schattig raar aan te kijken. Van die mensen. Die hebben dat... We lopen gewoon zo ver achter dat de tweede groep er al bijna aankomt, hè Floortje? Gek kind. Ja, klopt. Auw, god, waar zit mijn bril? Niet schelden in je vlog. Oké, let's go. Oké, okay. We zijn iedereen kwijt. Nee, de bus staat daar, maar ik durf wel als we aankomen. Ik weet niet waar iedereen is, hè? Nu. De bus is daar. Ze zit al in de bus. We zitten in de bus en iedereen zit ons te wachten. Anders gaan we naar Willy toe. Goed, Willy. Ja, naar die buschauffeur, wat zegt hij? Ga je weg? Ja, hij heeft echt een leuke baan. Hij heeft helemaal geen leuke baan. Jawel, man. Als buschauffeur heb je toch een leuke baan? Hij mag met alles mee, ja. Hij gaat mee uit eten, hij gaat mee op de excursies. Hij ging mee naar dat kasteel. Ja, oké, okay. Ik krijg echt een lamme arm, dus ik ga stoppen. Doei. Welke smaak heb jij? Stracciatella wit, yoghurt en mango. Ik had iets. Wat maar dat is ook. Weet ik niet. Oei. Dit is zo lekker. Wij zijn nog in Maastricht. En we hebben net een ijsje gegeten. En we hebben nog een half uur, want we hadden maar hoeveel? 2 uur in Maastricht. En nu nog maar een half uur en we gaan nog eventjes 1 winkelstraatje door. En dan alweer naar de bus. Yay! We gaan naar huis. Huis. Ja, we allemaal zitten in de bus.